Dit jaar werd Spiel en IJsboerderij de Drentse Koe nog uitgeroepen tot het leukste uitje van Drenthe. Nu ligt het door corona veel stil. Ondanks dat kijkt eigenaresse Lydia van der Linden vooral naar wat wel kan. En dat is wandelen. Wandelen langs de perenbomen aan de Dr. Larijweg in Ruinewold. Kijk eens, ik heb hier een routekaart voor jullie. Dankjewel. Daar gaat de route langs, het is 3,4 kilometer. En ik heb een stempelkaart in de tas, die tas krijgen jullie mee. En ik heb hier een koker, met de sleutel maak ik die open. En er zit hier een stempel in. En die kunt u op uw briefje drukken. Vorig jaar hebben we natuurlijk de helft van de bezoekers gehad van het jaar daarvoor. Dus je teert al op de helft. En dan van de winter zijn we dichtgegaan vanaf 17 december. Dus nu ben je 4 maanden dicht. Ja, je loopt eigenlijk elke dag achteruit in plaats van vooruit. Dus met die wandeltocht krijg je wat positieve energie en dan dat scheelt. Volgende week mogen de terrassen weer open. Voor Van der Linden is dat het moment om de speeltuin ook open te gooien. Wij vallen natuurlijk niet onder de attractieparken waar je doorstroomlocatie bent. Waar je gewoon continu in de rij staat voor een attractie. Dat is het ook niet. Speeltuinen die buitenspeeltuinen in dorpen zijn gewoon open. Daar mag wel gespeeld worden. Dus het is een beetje... Is dat ook wrang voor jullie? Ja, dat is het. Ja. Ja, die kinderen willen wel spelen. Als je nu naar de camping gaat, kun je gewoon in de speeltuin spelen. Maar wij moeten dicht. Dus dat is een beetje dubbel. Oké. Maar volgende week? Dan gaan we open. Proberen we. Als er niet weer regels komen, maar ja, moet kunnen. Met 50 mensen en zo'n grote ruimte. En het is lekker buiten, dus op zich moet dat gewoon goed gaan. De tijd waarin de Drentse Koe noodgedwongen dicht moet, is goed besteed. Zo zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen en wordt het druk gebouwd. We zijn hier een nieuwe crossbaan aan het aanleggen. Het heet Pumptrack. Dus dan ga je met een fietsje, een crossfietsje erop en dan ga je echt heuveltjes maken en bochten. Dus dat is heel leuk om te doen. Vooral boven de kinderen van boven de 6, 7 jaar tot een jaar of 12 vinden ze dat geweldig leuk om te doen.